leden van de regering, collega's. Ik weet, mevrouw de voorzitter, dat u een vooraf bepaalde sprekerslijst houdt, maar het verwonderde mij eigenlijk dat de minister niet eventjes een uiteenzetting deed van zijn krachtlijnen van deze begrotingsaanpassing. Nu, ze is wel light inderdaad, maar ik had dat toch verwacht en ik verwacht ook niet dat dan de kleinere oppositiefracties eerst aan het woord komen, maar het zij zo. Nu, die uiteenzetting door de minister had ik graag... Excuus, ja, collega Van der Meers. Het is de Open VVD-fractie die aan bod is gekomen als eerste. Ja, en volgens mij is dat geen oppositiefractie. Ja, en daarna de kleinere oppositiefracties. Maar het zij zo, iedereen heeft gehoord wat er gezegd is. Mevrouw Van der Meers, dat is gewoon de toepassing van het reglement bij het bespreking van een ontwerp van decreet. Inderdaad. Dat is een beurtrol, dat is een volle orde. Ja, inderdaad, u houdt zich aan een vaste sprekerslijst. En mijn opmerking daarbij is dat ik persoonlijk graag een uiteenzetting had gehad van u kan dat persoonlijk vinden, maar u moet u houden aan het reglement in dit parlement. Ja, en ik ben verkozen Vlaams volksvertegenwoordiger en ik heb een mening die gesteund wordt door een heel aantal kiezers. Tot zover. Ik hoor graag meneer Diependaal spreken. Of kent u het reglement niet? Blijkbaar niet. Dit is een bespreking van een regulier ontwerp van decreet. Dat gaat altijd met een beurtrol. Het volgende ontwerp van decreet dat op de agenda staat over inbruggering, daar begint de groenfractie. Want de Open VVD-fractie is nu begonnen. En dan de fractie die erna komt, is groen. Snapt u de logica? Ik snap het heel goed, het maar het is niet omdat ik het snap uitleggen. Dat ik ermee akkoord ga. Maar alsjeblieft. Begint u gewoon aan de tussenkomst. Ik denk dat het beste is voor iedereen.